Nou, het ziet er allemaal picobello uit bij jullie. Jezus. Ja, tot aan het ontbijt gaat het hier uitstekend. Mag niet klagen voor de zaterdag. Lekkere koffie, maar daarna. Dit staat me te wachten na het ontbijt. Ja, alles is een beetje opgedroogd. De materialen die zijn gekocht. En Lili heeft gelukkig de tuin aangeharkt en ze voor de blaadjes aangeharkt. Dus dit is het maximale wat we tot nu toe konden doen. Maar in ieder geval weet je waar je naartoe moet werken. Nou, het werk gaat hier beginnen straks. Deze leidingen die gaan nu weggewerkt worden, mooi haaks oplopen naar de rest. En dan gaat de leiding hier door onder de grond. Ik ga al die stenen hier moeten lichten. En dan ga ik over deze hele afstand van 10 meter. Ga ik hier en dan ga ik de hoek om. Ik ga de hoek om en dan licht ik die lat. Hier hak ik het beton weg. Deze aansluitingen moeten vernieuwd worden allemaal, want die zijn in de loop van de tijd zijn ze ook een beetje gaan lekken. Ja, dan gaan we dus hier onder de grond, hier onder de planken door, hier eruit. En dan ga ik in plaats dat ik de leiding laat lopen onder de grond, ga ik hem dus nou omhoog brengen hier bij de muur. Zeg hem 40 centimeter hoog, zodat ik kan zien wat er gebeurt in de toekomst. Aardig wat werk, maar niet zoveel als het lijkt. Het ziet er allemaal bedenkelijker uit. Bon, ik ga even terug naar mijn ontbijtje. Dan kijk ik met een positiever gevoel tegen dit karweitje op. Ja, het zal zeker wel een dag werken worden. Nou ja, dit is een goede starter. Okay. Bon jongens, we houden contact met